wordt stil om ons heen. Nou, niet hier. Hij bewijst het. Nee, ik lieg niet. Precies 100 jaar geleden werd Ajax voor het eerst landskampioen. Ter ere daarvan heeft Ajax het boek Rood en Wit wordt kampioen uitgebracht. En dat deed de club in Artis. Ja, in 1918 toen Ajax voor het eerst kampioen werd, was eigenlijk de receptie en het ontvangst nadat ze in Tilburg met 3-0 van Willem II hadden gewonnen. Was het hier in Artis. En daarom vandaag ook de presentatie van het boek. Je hebt hem net eventjes in kunnen kijken, het boek. Wat is je gevoel erbij? Ja, goed. Het is natuurlijk een mooi naslagwerk van de 33 landstitels die we gehaald hebben in de 100 jaar. 1918 en nu 2018. Dus ja, dat zijn een paar mooie dingen. Ik heb er gelukkig ook 4 als speler mogen meebeleven en een aantal als directeur. Maar goed, het is nu wel weer tijd. In Artis kregen de oud-spelers en medewerkers van Ajax voor de boekpresentatie een rondleiding. Al kenden sommigen de weg al aardig in de dierentuin. We zijn nu bij de Pinguïns. En ik kom er ook heel regelmatig met mijn kleinkind. Dus ik ken de route gelukkig. Maar als je kijkt wat fantastisch is, dat je meneer Been en meneer Monat, 87 en 88, die gewoon nog heerlijk bij ons zijn en lekker mooi die route meelopen. Dus echt een fantastisch initiatief om dat met ons mee te maken natuurlijk. Want van de 33 landstitels heeft dit duo veruit de meeste kampioenschappen meegevierd. Dan heb ik geteld, van de 33 heb ik er 30 meegemaakt. En u? Wat minder, want hij was al eerder lid dan dat ik was. Dus ik denk dat ik toch wel een 27... op 28 mee heb gemaakt. Voor de oud-spelers is het weerzien met vrienden altijd mooi. Al wordt de groep door de leeftijd helaas steeds kleiner. En er zijn nog wel een paar waar ik mee gevoetbald heb. Maar dat zijn er toch maar weinig. En dat viel mij dus ook wel op. Dus het wordt stil om ons heen. Niet hier. Hij bewijst het. Nee, ik lieg niet. En stil was het ook niet tijdens het restant van de dag. Er was een barbecue georganiseerd en na een pubquiz werd het boek uitgereikt aan Danny Blind en Frank de Boer. Ja, al die kampioenschappen en natuurlijk ook van jezelf. Ik heb er zelf 8 keer bij betrokken geweest. Dus dat is hartstikke leuk om die herinneringen weer een beetje op te raken. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Hoe staat het ervoor in jouw ogen? Nou ja, het is nog afwachten natuurlijk, maar op papier ziet het er goed uit. Maar op papier telt niet. Het gaat om wat er uiteindelijk op het veld gebeurt. Ik ben zeer positief gestemd, dus dat is het eerste vereiste in ieder geval. Dus laten we afwachten hoe het gaat, maar nogmaals, ik ben positief ingespeeld. Het zou wel betekenen dat jouw hoofdstuk, wat nu aan het einde van het boek zit, dan herschreven moet worden. Ja, nou, dat mag ook zeer zeker, want het wordt tijd. Het gaat niet om Frank de Boer, het gaat om Ajax. En ik blijf altijd Ajax zien en Ajax is het belangrijkste.